Antwerp-Germinal Ekre is de enige overgebleven Antwerpse derby, omdat Beerschot door financiële problemen naar de derde klasse is gezakt. Na een kwartier leidt Germinal al met 0-2, na doelpunten van Gunter Hofmans en Frank Schmuller. Herman, anders missen. Schmuller alweer. Draaiend, schietend. De koning lost en Hofman scoort. Jongens, jongens, jongens. En Tamata en een hakje. En Hofmans weer. En Sabadini, wordt dat 0-4. De koning raad en het is 0-4. Onvoorstelbaar. Antwerp wordt hier afgemaakt als een kadettenploeg. Eddy Snelders. En daar is Herman. Het is 0-5. 0-5 voor Germinal. De ploeg van Walter Meeuws is al afgemaakt na 35 minuten. Vroeg in de tweede helft scoort Vincent voor Antwerp. Maar de 1-5 maakt de Antwerp supporters niet tevreden. Supporters van Antwerp hebben zich op het veld begeven. Die gaan gewoon op de middenstip zitten. En goed, als heeft het spel uiteraard stilgelegd. Een soort moment van protestactie, zeker van een aantal Antwerp supporters. Na een strafschop van Nico Klaassen is Filip van der Wallen een tweede keer geklopt. Maar verder komt Antwerp niet. Snelders. Hofmans. 2-6. 14 minuten ver, tweede helft, Tony Herman. Iedereen eronder door en gaat die binnen 2-7. Gunter Hofmans. Met zijn vijfde goal van de wedstrijd legt Gunter Hofmans de eindstand vast. Germinal Ekre vernedert Antwerpen op de Bosuil met 2-8.